05-01, kom eens uit de zee. Postcode 843-843. Is een gewapende meneer, een man met vuurwapen. Kut, die heb ik niet. Een gewapende persoon is in het RTL-gebouw binnengelopen. Oh, kut. Loopt gewoon rond in het gebouw. Graag prio 1 te plaats gaan, denk om uw veiligheid. Tijd graag de sirenes uit. Ja, gaan we doen, even aan rijden. Ik ga u koppelen. Je rechts eraf, rechts eraf. Ik ga rechts eraf, dan pakken we de vest, ja. Ja, en daarna even weer erop. User has moved to your channel. Stop hier of even hier stoppen. Ja, check. Karre, karre. Links de snelweg op, links de snelweg op. En dan rechts aanhouden. Weet je RTL gebouw uit je hoofd? Is de live invader toevallig voor? Oh ja, voor mij wel. Hoop. Waar gaat de postcode in? Nee, dat is niet live invader. Dat is de even spieken. Ik denk de campus. Movie, ja. Campus. Nee. Ja, dat is de campus zeg maar. Ja, hier rechts eraf, ja. Rechts. Let op, oh. Ja, gaat kijken. Goed. Eerste rechts, eerste rechts, op tijd remmen, links is vrij. Ze staan er nog met de gewonnen max. Linksaf, linksaf, kruispunt is onoverzichtelijk, groen licht vrij. Als maar rechtdoor nu. Rechts vrij. Let op, rechtdoor. We hebben nog wel even hoor, of ja, rechtsvrij. Laat maar uit trouwens. Ook daar. Naar bovenop. Oh nee, wel echt. Nee, eerst volgende, ja niet hier dan, maar hier naar rechts, 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 rechts. En dan hier naar links, 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 links. En rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Zit er nog een agent over? En dan rechtsaf. Rechtsaf, rechtsaf, rechtsaf. En dan zou het hier moeten zijn. User left your channel. Signalement van die man. Oké. Kun je waar naar binnen? Geen signalement. Geen signalement bekend. Hier staat een auto. Even kenteken natrekken, meteen kenteken natrekken. Ja, lukt een man in een zwart pak? Man in zwart pak, ja gezien. Ja, we weten niet of dat hem is. Ja, maar ja, wacht. Ik kan hem aanspreken. Plaatsen. Wij hebben eenmaal personen zegt zwart pak. Volgens mij lukt iets met zand. In zijn hand. Aanspreken? Even kijken of die überhaupt iets heeft gezien. Als het tenminste dan hebben we hem meteen. Over de pees erbij over. Wil je even gaan kenteken noteren? Ja, ga ik doen. Ik ga naar de overkant rijden over. Wil ik alle aanrijdende eenheden graag aan de noordelijke. Ja, vuurwapen, vuurwapen. Dan ga ik het gas op. Betere V-radius testen. Vuurlijn, let op. Hey gas! Luisteren! Stoppen! Let op jongen! Hey. Stoppen! Hey! Let op, hij gaat rechtsaf, rechtsaf, let op, let op. Oh fuck! Hij gaat rennen, hij gaat rennen. Staan blijven! Hij gaat rennen, eenmaal op de voet achtervolging. Ja, 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 hij gaat linksaf, geen zicht, geen zicht, let op. Hij rent nog steeds, let op, burgers. Meneer, wegwezen, wegwezen. Let op de vuurlijnen, jongens. Eerst maar gewoon vuurlijnen en dan zelf opstellen. Haag locatie blijven doorgeven. Hij rent weer richting waar we starten. Richting zijn auto. Parkeerplaats, ja, auto, auto, auto. Toen aan het doorrijden, toen aan het doorrijden. Ja, nog steeds verder. Laat de apen vallen. Laat het stoppen vallen. Nu. Oef. Weg bij de meneer. Laat de apen vallen. Oh ja, oh fuck. Laat vallen. Overdagwerking wordt gericht geschoten.
met de vuurlilie, jongens. Hey, doe dat wapen stoppen! Weg. Stoppen! Doe dat wapen weg. Let op over D. Laat er vallen. Laat let op die meneer, die loopt nu achter hem langs. Luisteren, geen rare bewegingen maken. Laat vallen. Op de grond neerleggen, laten vallen. Hey gast! Wat dat niet doof? Laat het wapen vallen, vriend. Spreekt in Nederlands. English, English. Drop the weapon. English. Drop the weapon. Sir, drop your weapon. Put your hands up. Okay, step away from the gun. Step away. And keep your hands up. Keep your hands up. Step away. One more step to the left. Yeah, do. Listen up. One more step. You're gonna do one more step. Yeah, to the stop, left. Stop. On your knees. Stop. On stop. Your knees. On your knees. Hands up. Keep them up. If you put them down, you will be shot. You understand? Ik ga links met jou meelopen, Jess. Even weg. Hey, stoppen! Flesje, let op. Wat zeg je? Doe jij vuurwapen? Hou ik hem anders. I didn't do anything, man. Just your fucking hands achter, up. Hands up, hands up. Put your fucking hands up, man. Calm down. Don't move. Put your hands up. Stay still. Okay, hands are up. Okay. Don't make a sudden move, man. You will be shot by every sudden move. Keep them up. Wie doet dat vuurwapen? Chesley, ga jij maar. Hey! Oh, fuck! Stay the fuck down. Put your hands up. Lay on your belly. Lay down on your belly, yes. Is hij heeft hij hem geschoten? Ja. Ik denk dat je gaat op handen staan. Ik pak dat vuurwapen even veilig. Ja. Even vuurwapen veilig stellen. Ja, eenmaal een bovenarm. Graag ook even meteen een... Tourniquet. Ja, hier wil je ook koffertje. Collega. Collega bij de ja. Touran. Pak jij tourniquet of hou je de vuurwap even? Eenmaal in de rechter bovenarm. Heb jij alles? Ja. Ik heb hier ook. Oh, ik heb hier mijn pakketje alles tourniquet. Even daar even allemaal op vragen. Ja, ik heb een agentje gedaan. Doen we ook maar even een warmte deken. Ik heb drugs aangetroffen, vind ik nog een portemonnee ofzo. Ja, kijk hoe is die wond. Doet het veel? Ja, doet veel. Doet veel, maar gaan we even druk tourniquetje aanleggen. Zit er ID op? Zit er een ja, ID in? Ja, ID is het op. Wim. Ja. Heb je verschillende zakjes? Ja. Hier heb je portemonnee. Yes. Yo. Blijf even het vuurwapen. Ja, doe ik. Oké. Okay. Ik controleer hem even en dan ga ik even snel een rondje doen, want ik weet niet of er nog meer man zijn en of er gewonnen zijn. Is er iets bekend van schoten gelost hier? Het is redelijk uitgestorven. Van persoon zelf? Ja, gewoon in het algemeen. Die heeft waarschijnlijk wel beveiliging rond ofzo, moet je even navragen. Het klinkt als één persoon. Ik voer hem even, draai hem even door het systeem. Hij heeft vergast ook drugs op zich dus. Zij die ook even mee kunnen nemen? Ja, ik heb al twee keer een agentje gedaan, maar dat wordt niet gereageerd. Nou, pas op de bel gaat. Dus zet maar even dicht anders hier. Deze gast staat bekend van meerdere wapenovervallen. Ben nog nou een agent. Ja, mag met spoedambulance door laten rijden. Postcode 843. We hebben eenmaal zo'n schotwond in rechter bovenarm over. Oh, fuck man. Waar ook recherche? Sir. Vuurwapen. Ja, are there any more of, persons involved in this? No fuck you, no fuck you. 843. Were you alone? 43. Yeah, yeah, almost. Had u ook voor mij, okay, did you shot anybody? Nah, I didn't. Not yet. Is the gun real? Yeah, it is. Goed aan spreken. Why did you have the gun? It's loaded. Catcher aangelegd. Why? Eén schotwond in de rechter. Because someone threatened my family. Okay. So I want to kill him. Okay. Albrecht? In het bovenbeen, zeg je? Ja, meerdere wapenovervallen staat op zijn naam. Net op de wapens geladen, gelukkig. Ja, ga ik ambulance even voor haar sturen. Ja, fuck man. So, so the person you wanted to kill, he's here. Yeah, he's in class. Did he know you, does he know you're here?
No, he doesn't know. Okay, so he's fine. Yeah, I think so. I'd hope not. His name is... Yeah, I actually don't know his name. But he threatened my family, so... Because I followed him. Op dit moment geen leerlingen zeg maar. Listen up, there's coming there's an ambulance on its way that's gonna help you. For your shot mood. And after that we will do it because what's gonna happen, yeah? Fuck well. For now you are arrested for possession of a weapon, yes? Yeah, but I didn't shot anyone. No, but you have it, so that's an illegal. That's illegal. It's illegal in the Netherlands. I'm gonna read your rights. So first of all, you have the right to remain silent. User joined your channel. Turn off my rights. Ja, ik wil u graag ook met spoed logistiek door laten komen. We staan hier midden op het schoolplein. Bel is zojuist gegaan, omdat het niet druk gaat worden. Ja, u wil intern nog één eventjes voor assistentie erbij hebben, begrijp ik. Ja, toch. Ga ik 21 de kant op, dank u wel. Ja, wacht, ik ga even... Ik zet de beste even bij. Iedereen afstand, die kant op lopen, andere kant op lopen. Weg van dit gebied, niks aan de hand, niks te zien. Heel gevoel je. A lot of pain. Links af. Heel goed, niks te zien. Hoe ver is die ambulance? Ja, die is nu, ik ga, wacht maar. 115, kom eens in. Ja, bericht. Aanrijdtijd. 1.6. Zo. Kilometer. Is that your car standing over there? Dit maakt aan de oostzijde van... Is that your car? Ford. Oké. Are there any more weapons in the car? Fuck man. Hoe is het? Dangerous items? What? Dangerous items in the vehicle? I honestly don't know. I have no clue. It's your car, right? Yeah, it's... No, it's not. Oh, you stole it or something? Geen komen ze? No, I didn't steal anything. Okay, whose car is it then? Ja, voor u staan hier midden op het schoolplein en een verdachte schoot in de rechte bovenarm. Er staan aardig wat leerlingen of wat studenten omheen. Ik controleer dat kant ik even. Graag even doorkomen voor de afzetting. Meteen met die... Ja, snel, maar ik ben overgestakt op Caddy op een sectie van de OC. What's the name of 21-51. Moeten we? Ja, verhaal omtrent die Ford hier is ook een beetje raar. Eerst zegt hij dat zijn voertuig is, dan maar niet, dan van een vriend. Weet niet wat erin zit, ga even voertuig controleren. Ja, snow. Ja, ambulance plaatsen. Voor jou Wim, ik heb even aangevraagd hoe die vriend van hem heet. Hoi. Hij weet het in eerste instantie niet, maar hier, voor de rest... Hier, trein oprijden, rechtsaf. Rechtdoor, rechtsaf, persoon met schotwond in been. Arm. 5-1, deze 5-1? Ja, maar, zeg maar. Die kan vervallen. Wat was het bericht? Ik wou vragen of u de ambulance door wou laten rijden. Ja, dat had ik al gedaan. Ik controleer bij deze het kentekenburger, wat komt eruit? Even doorrijden, daar zo. En dan rechtsaf. Op dit moment zijn leerlingen uit met de klas ofzo, ze lopen allemaal naar buiten. Maar rechtdoor, rechtdoor. Je kunt gewoon rechtdoor rijden. Dan kan je gewoon overrijden? Ja, wij hebben het ook gedaan. Okay. Burger, wat komt uit het kenteken? Gestolen. Gestolen? Zit er iets in een voertuig wat er niet in hoort? Ja, meer drugs. Drugs? Yes. Oké. Okay. 21? 5-1? Doe maar. Ja, hier heb ik een kenteken wat als gestolen staat opgegeven. Die Ford. En er zit drugs in over. Ja, snow, dan graag voertuig afsluiten en zorgen dat die afgesleept wordt ook. Voertuig is al afgesloten, regel jij takkenwagen? Ja, dan ga ik die regelen voor u af. Ja, takkenwagen is geregeld. Top. Moet ik het voertuig veilig blijven stellen? OVD voor de 21-1 situatie is nu aardig rustig. Ik kan nu eventueel naar post rijden om over te schakelen op takel. Ja, doet u maar over. Microfoon muted. Bewijszakje nodig? Nou ja, ik laat het voertuig even dicht. Het gaat gewoon mee. Hij was al dicht, dus ik ga hem niet openmaken. Okay. Maar ik ga even snel die kant op, ja? Takenwaar komt er zo aan. Nou, daar gaat weer de bel. Een korte lessen. Ja.
man. Wil ik ook wel naar deze school. Dus nou, wacht, dit is toch een RTL gebouw, hè? Of is dat een RTL gebouw? En dan een RTL gebouw. RTL gebouw? Ja, wij kregen een melding, een man met vuurwapens RTL gebouw binnengelopen. Oh. Nou, wacht. Ik zag trouwens ook meerdere foto's van de verdachte. Of slachtoffer. Over D. Ja. In het voertuig zag ik ook meerdere foto's van het slachtoffer, zeg maar. Oké. Die jij mogelijk wilde bevangen. Is dat voertuig open of niet? Nee, dat was niet open. Ik zal even vragen of hij toch iets versleutel of zo is. Ja, dan... Zo. Ja, doe je even key voor de vehicle? It's in my left pocket. Left pocket. Amber, kan ik die pakken? Ik heb hem hier in een bewijszakje zit. Oké. No sudden moves, oké? No, I can't, I got shot. Ja, yeah, nou. Kas, wil jij even accepteren wat bekend wie dat is? Ja, ik ben even opvangen dan, of... Ja. Ik zal in de gaten houden als mensen naar buiten komen lopen. Yo. Ik heb er... Wacht, zit er een naam bij die foto's? Burger? Nee, geen naam. Niks qua gegevens? Nee. Oké. Nope. Ja, woonadres. Woonadres. Kans was wel logistiek voor het voertuig, niet? Die is kleine 1000 meter uit. User joined your channel. Microphone activated. 0501, kom eens uit door C. Ja maar. Heeft u voor mij een shit-trap? Ja, kan hem wel geven, maar de overdees hier ook. Dus misschien als u het aannemen wil vragen. Excuses, ik zie het inderdaad. Het wel. Microfoon muted. Dan nog 01, kom eens uit. Kijk eens even voor jullie een update. Kreeg natuurlijk een meld. Nou, het ging allemaal een beetje door elkaar. Ja, we zagen iets gebeuren. Een collega die was aangereden. Dus die gingen wij eigenlijk even kijken wat er aan de hand was. Het bleek een collega te zijn aangereden door een collega. Vervolgens kwam er een achtervolging langs. Daar gingen we achteraan. Die raakten we kwijt. En toen kwam er een melding van een man met een vuurwapen hier bij het RTL gebouw. Dus daar zijn we toen ook naartoe gegaan. Sound resume. Oh, stop. Microphone activated. Wat? Ik heb hier een foto van de verdachte en een adres daarbij, mogelijk woonadres van de verdachte over. Zal ik hem even door het systeem halen? Is die deur open? Treft de verdachte of het slachtoffer? Ja, sorry. Het slachtoffer wat mogelijk dus waar die naar zocht. Je kunt even meekijken. Blijf eens even staan. We gaan nergens heen met jou. Dat doe ik ook nog niet. Ja. Hier zo. Ja. Foto's van hem. Mm-hmm. En daaronder staat Vrijheidslaan nummertje 1. Mogelijk in Rotterdam. Mogelijk dat hij daar woont. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doorzetten naar de recherche, die kan de zaak dan verder oppakken. Ja, wellicht dat iemand al kan kijken wie woonachtig is op dat adres. En als daar een jonge man woont, dat we die al even telefonisch contact kunnen leggen of die nog op deze school aanwezig is. Ga eens even kijken.